Dit is Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. Hij heeft de pest aan afval. En dit is René Oudshoorn van Groep De Mos. Ook hij haat vuil op straat en is een petitie gestart. Den Haag, leeg die containers. De klachten van de mensen zijn dat de oorraks niet genoeg worden geleegd. Daardoor snel vol zijn. Daardoor gaan mensen vuilniszakken ernaast plaatsen. Dan wordt het zwerfvuil meebepikken de zakken over. Het vuil verspreidt zich door de straat. We hebben een rattenprobleem. En dus moet de wethouder de containers vaker legen. Wethouder Van Tongeren van GroenLinks wel te verstaan. Het is een opvallende eis richting een collega-wethouder. Want ook Groep De Mos-wethouder Richard De Mos heeft een verantwoordelijkheid als het om zwerfafval en schone straten gaat. Daarom voert Tim de Boer van de Haagse Stadspartij op Twitter al langer actie. Met de hashtag Richard ruimt op. Omdat wij eigenlijk heel veel plaatjes langs zagen komen van troep op straat. Waar melding van gedaan is. En ik heb het zelf ook meegemaakt dat je iets meldt en dat het vervolgens gewoon niet opgeruimd wordt. En daar is wethouder Richard De Mos wat jullie betreft verantwoordelijk voor? Ja, zeker. En hij heeft dat voor de verkiezingen natuurlijk ook heel hard steeds geroepen naar zijn kiezers. Van we gaan dat opruimen. Alleen ja, nu zit hij in het stadhuis en gebeurt er niks. De stadspartij heeft wel meer blijk gegeven dat hun huiswerk niet goed gedaan te hebben. Want Richard De Mos gaat helemaal niet over het ophalen van het afval. Daar gaat mevrouw wethouder Lisbeth Van Tongeren over. Maar hij gaat toch wel over het zwerfvuil? Als het probleem... En over de ratten? Als het probleem niet is opgelost met het, wat betreft het ophalen van het op tijd ophalen van vuil, ja, dan wordt het een stinkende bende. En dan zal onze Richard De Mos het op moeten ruimen. Dus de stinkende bende wordt doorgeschoven naar Lisbeth Van Tongeren, de GroenLinks-wethouder? Nee, het is meer andersom. Het is nu blijft de troep allemaal op straat liggen. En dat is echt de verantwoordelijkheid van mevrouw Van Tongeren. Die moet zorgen dat het vuil op tijd wordt opgehaald.